Tring, tring. Ja, hallo. U spreekt met recherche Twente. Wat? Dat was echt niet grappig. Dat niet meneer Roos, u spreekt met de politie Twente. Ik zeg, nou, mevrouw. Meneer Roos, ik spreek u over het volgende aan. Er is aangifte tegen u gedaan. Wegen smijten, lasten en belediging. Wij nemen die zaak hoog op. En wij willen u graag overhoren. Ik zeg, joh. Ja, dus wij willen graag dat u naar politiebureau Enschede komt. Voor een verhoor. Door de recherche al daar. Ik zeg, mevrouw, dat is 3 uur rijden. Dus daar ga ik natuurlijk in mijn hele leven niet in. Ja, dat weet ik. Ik probeer het te beledigen. Ik gooi zo alles op. Hij gooit nu al cola over zichzelf heen. Ah, dit is toch verschrikkelijk. En hij begint te krijgen een lachkick. In 3. Wat? 2. 1. Hopsakee. Hartstikke leuk. Welkom bij Roddelpraat. Mijn naam ik is Jan Roos. Ik heb zojuist cola over de box. En Dennis heeft zichzelf vervuild. Ja. Gaat het? Ja, nee, ja, dan krijg je dan ga je zitten. Zo'n spanningslokje. Dan heb je toch de helft al over de broek zitten. Kan gebeuren, dat viel dan net op het kruis, weet je, dat je inderdaad, weet je, ja, snap je, dat is zo'n koude druppel. Iemand anders die dat overigens niet had, dat is wel een mooi bruggetje, die had een presentatietekstje en dan moet je zien hoe die erbij loopt. Oké, welkom jongens en meisjes, allemaal hier bij Happy Days op 22 december 2016 en jullie weten allemaal wat er gaat gebeuren. Ken die man? Ja, dat is meneer Santé. Let op, straks gaat hij lopen en dan moet je naar zijn kruis kijken. Kijk, de stof kunnen we niet oplossen voor 3 maart. Maar wat we wel kunnen, is... Ja. Oh, wat smerig. Ja. Ja, dat heeft kijk. Dat is toch prachtig? Maar dit is een filmpje uit 2007. 16. Leuk. Ja. En ja, die bobbel heeft dus in jouw zus gezeten. En vorige week veel spanning en sensatie en bombari, want ik zou naar de politie gaan. Tja! Ja, ik zou naar de politie gaan, want ik had een brief gekregen. Ik heb hem hier nog. Laster, smaad en belediging. En belediging. Wij hebben ook gewezen naar de partij die jou zou hebben beschuldigd. Nou, dat kon niemand anders zijn dan mijn ex, degene waar donderdag de uitspraak van de rechter... Aanstaande donderdag wordt Dennis in het gelijk gesteld. Gaan we vanuit. Daar gaan we vanuit. En, maar ze had ook aangifte gedaan, dus ik denk dat is Natasja Dragic. En die plaatst ook direct een TikTok na de vorige uitzending. Want jij bent nu niet om me heen. Ik wil jou hier de hele nacht. Zo ben je morgen vrij. Hartstikke leuk. Sjoef de Haas die dacht, godverdikke, de politie die gaat hem grijpen, die Dennis, die ex van mij. Die ga ik slopen. Weet je wat ik doe? Ik maak een TikTok-filmpje. Want laat ik de aandacht even op mezelf focussen. Hi. Ja, dus ik kom aan bij de politie. Bij de politie. En dan is het tijd voor het rectificatieblokje. Het roddelpraat rectificatieblokje. Roddelpraat rectificatie. Sorry. Ja, ik kom aan bij die politie en daar zitten dan 2 rechercheurs in burgerkleding. Ja, dat heb je vaak bij rechercheurs. Ja, bij grote moordzaken zie je dat vaak, ja. Maar ook bij belediging. En dan zat een hele, best wel vriendelijk mee en een hele boze mevrouw. En ik zeg, het is belachelijk, maar we krijgen donderdag uitspraak. En ik zeg, waarom behandelen jullie dit? En ja, nee, ja, zeggen die mensen. Het gaat helemaal niet over een vrouw. Jij zit hier vanwege een meneer. Oh. Hé? Kijk! Het rectificatieblokje, dat hebben we zo aangekondigd, gaat er dus helemaal over. Het is helemaal niet Sjoef de Haas geweest waarvoor Danny Boy naar de politie moest. Het was dus een meneer. En welke meneer is dat? Meneer Milko Hemmen. Ja, Milko Hemmen. En kennen we die nog? Ja, die kennen we nog. In november verhuisde ik naar mijn nieuwe woning in Enschede en hij was mijn buurman. Nou, is hij nog steeds, toch? En ja, de voorzitter van de VVE. Zeker. Dus hij is de flatbaas. Of zo. De flatbaas of zo. Ja, de flatbaas. Voelt hij zichzelf. Ik kreeg ruzie met hem. Ja. En toen zijn deze uitspraken ter orde gekomen. Talking about nazi's.
Milko. Vorige keer heb jij gezegd dat het jou niks zou, dat jij Milko een type vond die aan jonge jongetjes zou. Als jij de foto van Milko ziet, zijn er twee dingen die bij je oppompen. Punt 1. De mogelijkheid dat hij interesse heeft in de inhoud van onderbroeken van minderjarige jongens. Nee. En, je... laat ik eerlijk zeggen, als jij de foto van Milko ziet, dan zou zo'n zwarte pet met zijn doodshoofd erop hem niet meer staan. Een zwarte pet met een doodshoofd? Dat is een bij man... welke groepering hoort dat dan? Bij de SS. Bij de SS. Milko is zo'n man, zie je aan zijn hoofd. Die had zo'n, dat Hugo Boss pak had hem gezeten als een warme frikandel in een wit bolletje. Milko die had hele groepen, voornamelijk inwoners van zijn verdieping in Enschede, met gemak en plezier richting veewagens gestuurd om vergast te worden in Polen. Zo komt hij bij mij over. Ik wil niet zeggen dat Milko een SS'er is. Nee. Ik wil alleen zeggen dat hij het was geweest. Ja. Met je dat deze. Overigens zou ik dat met dit gebit, met die bruine aanslag, zou ik dat zeggen, doe het niet. Precies. Knoop hem maar op, die vuile. Nee. Ik vind het een vuile natie. Ja. Het is een flat natie. Het is wel prettig als je 200 kilometer verderop woont en ik 10 meter naast hem om dat dan te zeggen. Hè? Ja, maar laten we eerlijk zijn, het is wat het is. Enfin, Milko is boos. Die laat dit niet over zijn kant gaan. Dan moet ik vaak uitleggen. Wij zeggen hier de meest verschrikkelijke dingen. Alleen, dat is humor. Het is een humoristisch programma. Het is een satirisch programma. Als je ook kijkt waar wij onder YouTube vallen, dan staat er ook humor. Ach. Dan mag je grapjes maken over dingen. En daarom zei ik ook bijvoorbeeld, ik vind hem. Dat mag. Ik mag dat vinden. En ik vind Milko niet alleen een flat SS'er. Ik vind Milko wel meer. Ik vind Milko ook een heel erg vies klein stukje stront. Ik vind Milko ook echt de stront die een mestkever nog weigert weg te duwen. Want laten we eerlijk zijn, Milko. Dan ga jij, omdat je beledigd bent in een programmaatje, ga je naar de politie lopen. Kijk, dat de politie geen tijd voor je heeft. En als jij in april aangifte doet, dat ze dan in halverwege oktober met Stony Maloney willen praten. Oké, het zal allemaal wel. Maar ik heb het een beetje het gevoel, hier en daar, dat jij een beetje hoepie de poepie olie op het vuur gooit. Ongelofelijke NSB'er die je bent. Een vieze smerige vraaier ben je. En je hoopte natuurlijk bij de politie 7,50 per kop te krijgen. Ja. Want dat hebben wel meer mensen in de geschiedenis met mensen die zoals jij denken, hebben dat wel eens geprobeerd. Hè? Dan zijn ze, nou, daar zit een hele familie op zolder. Hè? Ik hoop dat het er veel zijn. Dan krijg ik lekker veel centjes. Hè? Want laten we wel wezen, Milko. Je bent een viezerik, je bent een gluiperd en je bent een goorlel. En dan kun je wel zeggen, dat is een belediging, Jan. Nee, dat vind ik. Misschien is het niet zo. Dat weet je niet. En ik gooi het in de context van een humoristisch programma eruit. Ja, maar dat zei ik dus ook bij de politie. Wij bedrijven satire. En satire is zo noem je dat. Kunstvorm. In zekere zin. Kon u dat stukje kunst noemen? Het is raar dat wij nog geen kunstprijs hebben gehad. Milko zag hier niet de knipoog ervan in. Ook niet de glimlach. Want zo zei de politie mij. Alles was uitgetypt, uitgewerkt, werd mij voorgehouden. Dus we moesten daarop reageren. En toen zei ze daarna. Zouden jullie excuses willen maken aan Milko? Nee. B. Zouden jullie de uitzending waar jullie dit over Milko hebben gezegd per direct willen verwijderen? Nee. Wat ook Milko heeft aangifte gedaan tegen Jan. Yes! Yes. Laten we wel zijn. Kijk, Dennis kan er niet veel aan doen. Want jij zit over het algemeen bij de politie of in de rechtbank. Door uitspraken van mij. Dat komt omdat ik hier de show moet vol lullen. Omdat Dennis of depressief of stoned is. Wat denk je wat er gebeurt? Ben je er nog? Ja, ik ben. Wat gebeurt er? Niks, ik ben luisteren. Jij gaat toch vertellen? Nee, maar je keek op een gegeven moment zo. Je leek wel over een soort UFO hier landen. Nee, jongen, ik ben gewoon. OJ. Zou jij 112 klaar willen zetten op je telefoon? Of heb je geen telefoon? Dan moet je maar op die. Op zo'n bongo. Communiceren jullie daar in Congo? 112. 112. Want het gaat niet goed met Danny Boy. De mensen die hier naartoe komen, die krijgen een gratis telefoon. Heb jij hem nog gegeven?
Nee, het is natuurlijk zo. Als jij in Nederland komt met een bootje, dan staan ze bij de Italiaanse grens je op te vangen. Dan zeggen ze, reis door naar Nederland, krijg je een iPhone, een check voor 10.000 euro om te winkelen bij de IKEA en een huurwoning. En dan zeggen ze, wat, huurwoning? Maar huurwoning, daar is toch een grote wooncrisis aan de gang in Nederland. En dan zeggen ze, ja, maar we kankerstralen gewoon Nederlanders eruit. Je mag gewoon in hun plaats. Ja. Maar gaat het even niet over? Ik zit thuis op het bankje. Tring, tring. Ja, hallo. We spreken met Serge Twente. Wat? Dat was echt niet grappig. Was dat die kwaaie vrouw of die meneer? Kijk, die de kwaaie wijf van de lijn. Ja, ja, die was heel boos. Meneer Roos, u spreekt met de politie Twente. Ik zeg, dag mevrouw. Meneer Roos, ik spreek u over het volgende aan. Er is aangifte tegen u gedaan. Wegen smijten, last en een belediging. Wij nemen die zaak hoog op. En wij willen u graag overhoren. Ik zeg, joh. Ja, dus wij willen graag dat u naar politiebureau Enschede komt voor een verhoor door de recherche al daar. Hij zei, mevrouw, dat is 3 uur rijden. Dus daar ga ik natuurlijk in mijn hele leven niet in. Omdat een of andere achtelijke buurman van Dennis, die overigens, pak een beetje tot 80 jaar geleden, zo die mensen had verwelkomd, die met hun Mercedes en hun tanks Nederland binnenliep. Oh, welkom hoor, stond Bilko. Welkom, hele familie van Bilko. Oh, welkom in ons land. Welkom. Wees welkom in ons land. Affe. Dus ik zei tegen mevrouw, ja, ik kom natuurlijk niet naar... Ik ga niet 3 uur in de auto rijden voor een verhoor voor een beledigde buurman van Dennis. Ze zei, nou, dan regel ik verhoor te Alkmaar. Daar woon ik vlakbij. Ja. Dus ik zei, mevrouw, maar ik ga ook niet te Alkmaar verhoord worden over iets. Of u moet mij ophalen. Wat mij wel interessant lijkt, dat de recherche uit Enschede met een busje 3 uur over de snelweg bij me toekomt om mij uit mijn woning te trekken en richting voor Alkmaar te brengen over belediging. Ik ben beledigd. Ik ben zo beledigd. Hey, Milko, get a fucking life. Kijk, Milko, ik kan weer heel makkelijk vertellen wat je hobby is. En dat is misschien beschadigend. En misschien vind je dat niet heel leuk. Maar laat het eerlijk zijn, dat jij af en toe in je regelt, dat betekent niet dat je uitgedraaid hebt. Oké? Okay? Dus ik zeg tegen die zure Twentse trut, ik zeg, ik ga ook niet naar Alkmaar, zoek het uit. Zeg ze, ik vind het een belachelijk gesprek dit. U moet nu goed luisteren. Het is ja of nee. Komt u voor verhoor in Enschede? Ja of nee? Dus ik zeg, mevrouw, ik ga over mijn eigen woorden. Ik weet het niet helemaal. Ik zeg, dit is een beetje een Gestapo-verhoor. Het voelt een beetje in de tijd waar Milko zich prettig in voelde. Afem. Dus ik zeg, nee, dat doe ik niet. Komt u dan eigenlijk maar, ja of nee? Ik zeg, nee. Ze zei, oh, het is belachelijk hoe u praat tegen mij. Ik zeg op een gegeven moment, mevrouwtje, u bent een ambtenaar in functie. Doe eens normaal. Ik zeg, toen ik helemaal aan stront werd geslagen bij mijn voordeur, heeft de politie helemaal geen onderzoek gedaan of de recherche. Toen Dennis in zijn smoel werd gestoken, heeft de politie helemaal geen onderzoek gedaan of de recherche. Ik zeg, nu voelt een of andere ongelofelijke pygmee met een micropenis zich beledigd. En dan moet ik godverdomme naar Enschede rijden voor verhoor. Ze wilden nog steeds, ze wilden me nog net niet waterboarden. Het scheelde weinig of ze wilden me waterboarden. Dus ik zeg, ik kom niet, zoek hem uit. Ze zeggen, nou, dan kunt u de rechtszaak tegemoet zien komen. Dit is echt belachelijk. Ik wens geen woord meer met u te wisselen. Tuut, 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 tuut. De politie die de horen op de haak hangt. We zijn reddeloos verloren in het land. See you in court. Ja. We hebben dus binnenkort weer een rechtszaak. Die we gaan verliezen, want we verliezen elke rechtszaak. Van een man die zich beledigd voelt. Ja, maar hij is boekhouder en hij zei ook even een boekhouderskantoor. En er kwam een klant naar hem toe en die confronteerde hem met het nazi-verleden. Ja, dat is vervelend. Ik ben in ieder geval blij, dat is wat ik gehoord heb, dat die klant hem niet heeft geconfronteerd. Ja, met zijn manier van boekhouden. Maar laat ik eerlijk zijn. Nee, Milka maakt er een rotzootje van. Ja, nee. Als jij door de belastingdienst aan de paal genageld wil worden. En dan gaan we toch nog heel even terug ook naar Natasha. Ja, want Natasha dacht dus dat het over haar ging. Daar maakt ze al een video Wie is over. Natasha? Dragic. Oh, Soef de Haars. En die... Ik heb Natasha Dragic Soef de Haars genoemd. Dat vond zij beledigend. En toen heb ik nog niet eens 1 woord gerept over de monumentale grote voorhoofd van het kind. Het lijkt wel een klimmuur. Wat een voorhoofd is dat, joh? De haargrens van Natasha Dragic begint verder dan jouw haargrens
zonder de kogelvrije kuif. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Denk je nou echt serieus dat ik het wil hebben over een ja, beetje graatmager, niet echt mooi, totaal gestoord modelletje? Dit programma is toch helemaal niet bedoeld om over dit soort totale niets te hebben? Godverju. Stop ermee. Ja, want het werd nog vreemder toen we van de week ineens een mail kregen van een onbekend e-mailadres. En die zegt, e-mailadres. Ja, ja. E-mailadres. Scoop over Natasja. Gisteren Natasja gezien die op date was met Reinoud. Hé, Reinie boy, ken je hem nog? Ja, dat is vervelend. Kijk, Reinie boy is onze oude cameraman. Ja, dat wil hij liever niet meer dat we dat zeggen. Dat is jammer. Reinie boy werkt nu voor Pound. Ja. Verschrikkelijk kutroep van die... mogelijke man, Dominique Wees hier. René Boy is zo'n cameraman die het liefste voor de camera zit, zoals bijna iedereen, behalve onze OJ. En waarom onze OJ niet? Omdat onze OJ geen verblijfsvergunning heeft. Dus ja, die gaat niet met zijn grote, dikke, zwarte kanus hier op het beeldscherm staan. Want dan kan hij toek, 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 weer terug naar Congo. En in Congo is het niet zo gezellig als hier. Vrienden onderling, je naait elkaars ex niet. Dat is me wel eens vaker gebeurd. Nou... ik heb vrienden gehad die naaiden gewoon mijn vrouw waar ik mee gedraaid wat gedaan ja? was. Ja? Maar... Jouw ex? Ja. Die lelijkert? Die is helemaal niet lelijk. Je bent zelf wel lelijk ja, met je moeder daarbij. Mag ik daar wat over zeggen? Nee. Het punt is als volgt... Nee, doe dat maar niet, joh. Echt niet? Nee. Het punt is als volgt... Nou, heel klein beetje. Nee, je moet gewoon je stomme smoel houden. Neem gewoon een hijsje nog van je joint. Ja, je ziet ze hier dus zitten. Ja, je ziet ze hier dus zitten. Het ziet er romantisch uit. Ja. En dus iemand heeft dus stiekem een foto gemaakt van Reinie Boy en Soef de Haas. Wie heeft deze foto naar ons opgestuurd? Het is een e-mailadres, maar ja, een beetje een anoniem e-mailadres. Dennis, vertel er eens meer over. Ja, hoe is dat nou? Ik bel natuurlijk Reinoud op. Ik zeg, was jij op date met Natasja? Ja, nou ja. Vieze, vuile verrader, dat zei je als eerste. Ik, ja, ja, nou ja. Milko-achtige, riep je dan. Ja, nou ja, misschien. Ik zeg maar gisteren om 10:30 heb ik nu een foto. Nee, dat was absoluut niet gisteren, zegt hij. Die staat ook bij dat hij in Rotterdam is. Maar het was ook niet in Rotterdam, het was in Amsterdam 4 weken terug. Ik zeg, oké, die stuurt nu een foto naar me op dat ze met jou daar zat. Later kreeg ik zelfs nog een mail dat ze het dan hadden. Dat had diegene die de foto heeft gemaakt gehoord over hun romantische weekendje in Parijs. En ze waren daar de hele tijd aan het zoenen. Ah, één momentje. Wij krijgen een foto van... En Reinie boy, gisteren in Rotterdam, dat bleek weken geleden in Amsterdam. En toen had dezelfde bron die foto had gemaakt ook nog gehoord. Oh, een romantisch weekendje in Parijs. Oh. En dat ze de hele tijd aan het zoenen waren. Oftewel, tankje kersen. Zo heet dat in Groningen. Ja. En dat heb ik met Reinoud en Natasja allebei ook al een keer gedaan. Heb je met Reinoud ook een tankje kust? Ja, toen een keer in Antwerpen. Ja, maar ja, dat is allemaal achter de rug, hè? En toen heeft Reinoud dat onbekende e-mailadres toegemaild van... ik heb nog meer informatie, kun je dat checken of dit klopt? Druk dan even op deze link. En hier staat ja, dat. Ja, hier staat die link. Hier, dank voor de scoop. We hebben nog een video. Ben jij dat? Ja. Als je op dat linkje drukt... Er wordt iets gezocht. En toen, boem, zat de boef in de val. Ja, de boef zat in de val. Want dan krijg je te zien waar die persoon op dat moment is. En dat zien we hier. Italië, Milaan, met een Apple-telefoon is dat geopend. In Milaan. En wie zit er op dit moment in Milaan? Rick Ashley. Ja. Weet je wie Rick Ashley is? Ja, never gonna give you up is dat. Natasja Dragic, die is nu in Milaan voor een fotoshoot. Die opende dat en die heeft dus die tip gegeven. Zij stuurt mij een mail van, je mag het niet over me hebben. Op hetzelfde moment stuurt zij dus een mail met een foto van haar en Reinoud. Van weken geleden zegt ze dat ze dat zij dus aan het tongen was met Reinoud. En dat ze met elkaar naar Parijs gingen. Dan naait ze Reinoud erin en blijkt ze dus dat zelf op te sturen. Kijk... En dat is ook het probleem van alle rechtszaken die nog gaan komen. Of ook tegen mij. Iemand moet Natasja Dragic onder curatele gaan stellen. Lieve meid, ga naar een psychiater. En eet wat. Eet iets meer. Ja, ik vind dat ze te dun is. Ja. Maar dan is er nog altijd steun en troost voor Natasja. En die is te vinden in de
commands. En dan nu mensen, de commands. Come on, ça va. Kom, zie, kom, zie, kom. Ja, ja, even gemist. En dan reageert Wil met een hele filosofische reactie. Hoe dun de pannenkoek ook is, hij heeft altijd twee kanten. Ja. Oh, dat vind ik mooi. Ja, mooi, hè? Ja. Ja. Alleen, bij Natasha is het verschil tussen de voorkant en de achterkant nauwelijks te zien. Nee. Ja. En dan gaan we door. Ja! Oh, leuk, ja! Ah, leuk! En dat is natuurlijk, het was voor Nederland een grote shock. Tim Hofman zou worden doodgeschoten in het BNNVARA-pand. Ja. Tim was er helaas niet. Nee. En nou ja. Voor de schutter. Hij was er inderdaad helaas niet. Voor de schutter. Ja. En dan vraagt iedereen zich dus af, waarom maak je nou daar zo'n egoportret van? Want zo werd het veel gezegd. Ja. Dan legt Tim uit. Het is allereerst uit spreken. Ja, wij zijn hier natuurlijk zelf ook gewoon weer naar de redactie gegaan. Kijk, van mij hoeft het niet zo, hoe gaat het nou met ons? Maar we gingen toch even bespreken, omdat jullie hebben daar heel veel om gevraagd. Jullie kijken al 7,5 jaar iedere week naar ons. Volgens mij, we zijn geschrokken. Ja, dat kan je wel zeggen. We hebben hier ook echt in een kringetje gezeten met een therapeut. Dat was echt fijn. Ja. Ja. Oh. Wij zijn zelf eigenlijk ook bijna gewend geraakt dat het moeilijk is op straat met extra beveiligers moeten draaien. Bedreigingen aan ons adres, aan mijn adres, een beveiligd huis, een alarmknop in je zak. Weet je wat het laatste avondmaal is? Ja, is van Jezus. Jezus. En die zat daar dus met zijn discipelen. En al die discipelen, die kijken ze allemaal naar Jezus. In volle vereering. Dat is toch precies wat daar gebeurt op die redactie. Hij zit in het middelpunt. En er zitten allemaal van die kutjes. Die zitten... Ja, ja, ja. Oh ja, Tim. Oh ja, Tim. Oh ja, oh ja. Ja, en we hebben ook nog een psychotherapeut gehad. Oh ja, dat was heel fijn. Hij was heel fijn. Klik het erop, want dit is weer belachelijk. Ik had liever ook geen ego-document gemaakt, maar jullie hebben erom gevraagd. Dat is dus het toppunt van ego-document, is dat je zegt, ja, ik had het liever zelf ook niet, want ik ben namelijk eigenlijk heel erg humble. En dat is Engels voor. Knuffelbaar. Bescheiden. Maar omdat jullie erom gevraagd hebben, ach meid, dan maak ik toch een 40 minuten durende reportage over mezelf. Over een man die hem niet vermoord heeft, wat ook niet gelukt is, en die zichzelf overgaf zonder dat iemand zei, je moet je overgeven. Die man gaf zich dus al over. En dan gaan we ook door naar Gio Latoy. Ja, want we hadden het de vorige week al over. Maar hij heeft bekendgemaakt dat hij iets nieuws heeft. Ja. Nou jongens, ben je al... ik ben op mijn grond. Oké. Hey. Hey Lynn. Dit is toch gezellig zo, hè? Kijk, ik kan hier nu al iets over zeggen. Zal ik dat maar gelijk doen? Oh ja. Kijk. Gio is gewoon een lelijk mannetje. Die vlogs maakt. Het is een nerd. Gio is gewoon een nerd. Ja, de Anna heeft de pleiterik gemaakt. Die zit nu op het neusje van de jongeman Koster. En Gio stelt dus een nieuwe vriendin voor. Lin. En je ziet aan Lin, naast dat Lin heel veel nephaar heeft. Omdat die hele onderste regio is een andere kleur haar dan dit. Dit is haar echt haar. Ja, dat valt wel behoorlijk op. Dat valt heel erg op. Vind je mooi? Nee, want Lin heeft manen tot op de navel. Alleen die komen uit China. Maar dat maakt niet uit. Die meid is misschien wel 500 keer te mooi voor Gio. Want het is een modelletje. Maar die meid, die zit daar helemaal niet omdat ze namelijk lekker een McDonald's patatje wil eten met dat reptiel. Want dat is toch net een reptiel? Nee, die wil beroemd worden. De vraag is, zou je haar tegen de muur zetten? Zeker weten. Ja? Ja, nou heerlijk. Ja, die mag minimaal een kwartier op het neusje komen zitten. Zo een lekker ding. Niet mijn smaak, maar prima. Is wel mijn smaak. In Frankrijk. Is dit jouw smaak? Ja. Nou, dat is out of reach voor jou, of niet? Moeilijk dit, hè? Out of leak. Gio is lelijk en heeft een dure auto en miljoenen op de bank. Jij bent lelijk, je hebt geen dure auto en je hebt niks op de bank. Ik heb al zo verschrikkelijk veel mooie vrouwen gehad en dat weet jij ook. Dat vind jij? Ik vind dat geen mooie vrouwen, ik vind dat dunne meisjes. Dat is een groot verschil. Nou, van dit niveau dan? De enige waar jij verkeering mee hebt gehad, waar ik van dacht, zo, daar zou ik ook wel lusten, was die meid die voor Sander Schimmelpenning heeft gewerkt. Of nog steeds werkt. Hoe heet die? Sammy.
Dat vond ik een mooie meid. Ik liep met het verkozen mooiste meisje van de wereld. Er kan niemand meer al tippen aan. Ja, dat was 100 jaar geleden niet dood. Ja, nou ja. Ja, om daar mee aan te komen schijten, dat kan echt niet. Nou jongens, in ieder geval, Lynn en ik zitten samen lekker bij de McDonald's. En we wilden gewoon even wat een beetje vertellen. Deze man die maakt al jaren vlogs, ja? Mm. Waarom is het altijd zo ongemakkelijk in deze situatie? Als het weer uit is met Jaren Anna, of het is weer aan met Jaren Anna, of nu met deze blonde spuitsnol. Waarom wordt het zo ongemakkelijk? Omdat hij heeft ook wel in de gaten van, ik zit hier in een Ferrari naast een lekker wijf. En ik hoor helemaal niet in deze film. Hoe gaan we dit vertellen? Ja, jij vertelt. Ik ben aanwezig. Oké, jij bent aanwezig. Nou, in ieder geval, we dachten we gaan gewoon eventjes een beetje vertellen dat we het gewoon super leuk hebben. Samen. Gezellig. En eigenlijk de laatste week zijn we bijna zo wat elke dag samen geweest. Behalve... Hoe oud is deze man? OJ! Google even hoe oud Gio is. Hallo. Hij ligt weer te slapen. OJ! Wat is een wakker jongen? 25 jaar oud. Ja. Ja, we gaan vertellen. Ja. Met zijn patatje. Dat we het gewoon een beetje gezellig hebben. 25 man, 25. Had ik godverdomme al 3 kinderen, man. Hou eens even op. 25 was ik... was ik al kaal, was ik al 3 keer afgekeurd vanwege keihard werk in de kolenmijnen. Laat ze niet maar, geef ik het op. Maar voor de rest wel. 25! Ja. Ja. Ja, we hebben het heel gezellig met elkaar. En sinds de laatste dagen bij me. Als mijn dochter van 15 zo praat, zeg ik, doe eens even normaal, man. Je bent toch godverdomme geen 10 meer debiel. Ja, we hebben het heel gezellig. Oh, de laatste keer dat zij het in jou zei dat ze met iemand gezellig had, heb jij dat verkocht. Beëindigd. We gaan niet over mijn dochter hebben. Oh, ja, jij begint erover. Of in het familieweekend. Toen hebben we elkaar heel erg gemist. Dubbele cheeseburger. Ja, sorry, dit is heel lastig. Het is heel lastig. Gio, doe eens even normaal, man, idioot. Je hebt een miljoen op de bank. Zeg je, dit is mijn nieuwe chickie. Lekker wijf, Lin, vertel eens wat over jezelf. Lin heeft niks te vertellen, want Lin heeft grote tieten. Maar hierboven, boven de oogjes, is voornamelijk een holle ruimte. Lin zit ook met een dubbele cheeseburger van, what the fuck. Want ik eet al jaren niet meer om slank te zijn, maar ik ga weer zo... Oh, dat is ook zo erg, hè. Dat zijn van dat soort wijven, die gaan dan op Instagram met een punt pizza's staan. Terwijl je weet, dat is... Brand. Oeh, nou, stopt hier voor de deur. Met zo'n punt pizza zo. Op Instagram. Terwijl ze die punt pizza niet eten, omdat die wijven niet meer vreten, omdat ze mager willen zijn. Ja. Dus, terwijl Gio met die oude bitchprinkhaan Lin helemaal uit elkaar lag te trekken en op een gegeven moment daar van achter pakte en zei, ah, Lin, en dan, pop! Trok in één keer al dat nephaar van de kop. Nee, maar. Lin heeft ze natuurlijk laten uitwonen door Gio daar in Frankrijk. Met die manager erbij. Maar dat kan ze niet zeggen in die auto met een vriendje. Omdat Lin toen nog een vriendje had. Ja, en nou, pak Dennis hem over. Ja, want wat blijft. Ik gooi de ene na het andere bruggetje naar je. Fijn, ben blij dat je het ook zo makkelijk oppakt. Vertel. Oh, godverdomme. Hey. Ze heeft nog geen hap van die hamburger genomen. Ja, vlog. Gio gaat weer helemaal op in zijn nieuwe relatie met een zekere Lin. En, Hey, Lin! Daar moet op iemand in! Hey, Lin! Wat is dit nou? Haar relatie van. Zij heeft haar, voordat ze naar Frankrijk ging, haar relatie van 8 jaar op een pauze gezet. Oh. Voor haar vriend kwam dit onverwachts en hij dacht dat het wel goed zou komen. Eenmaal daar is ze vol voor Gio gegaan. Toen ze terugkwam, heeft ze haar vriend gedumpt met een berichtje via WhatsApp. Oh, chic. Dit kwam voor haar vriend als donderslag bij helder hemel en hij wilde haar graag zien om bij te praten. Daar had hij mij geen zin in en vanaf die dag heeft ze iedere dag bij Gio geslapen. Ze wilde niet eens met haar spullen komen ophalen. Ja, dus ze heeft zich willens en wetens laten grijpen door een andere kerel dan haar vriend. En toen ze thuis kwam en toen ze uiteindelijk de snik van onze G had geconsumeerd, zei ze tegen die gozer, hoi, ik stop ermee, doei. Omdat ze... een succesvollere, rijkere man heeft getroffen. En wat vinden van dat soort vrouwen? Dat zijn gewoon hoeren. Ja. Dat moest ik zeggen van jou. Nee, dat wilde jij dat ik ging zeggen. Nee, ja, nou ja. Ik nou, dat vind ik ook. Oh. Ja, dat vind ik ook. Ja, nee, ja.
Lin zal best een leuke meid zijn. Maar die heeft een stapje omhoog gezet. Door gespreid te gaan voor onze Gio. En dan is het weer tijd voor het blokje waar u waarschijnlijk echt enorm op zit te wachten. Ja, ik vind het vervelend. Het schijnt zo te zijn dat heel veel mensen bij dit blokje wegzeppen. En dit is precies de reden waarom Dennis en ik nog in leven zijn. Ja, is wel zo. Ja, dat is de enige manier hoe we ons hoofd hoog kunnen houden. Daar hebben we ook commerciële blokjes bij nodig. Ja, en dan zept iedereen weg. Ja. Kijk het gewoon even uit. Ja, misschien is het niet leuk. En misschien ken je dat wel. En dan zeg je wel, oh, jullie doen alles om een beetje geld te verdienen. Nou, we hebben ook een aanbod gehad van Hamas. Dat hebben we afgeslagen. Het is tijd voor Moppie van de Week. Ja, lekker in. Wat deed je nou? Moet je overgeven? Ja, bijna wel. Ik hoor. Dat komt door jou. Mooi zijn, hè? Door mij? Ja. Ik ga de tering zeg. Misselijk van die kop. Als je doorgaat, dan trek ik die nep haar uit je kop. En dan zijn we weer bij uw favoriete rubriekje. Nou, het is in ieder geval mijn favoriete rubriekje. Ja, mijn het ook. Het is geweldig. Moppie van de Week. Met deze week Luna Lust. Yay! Yay! Hoi Luna Lust, hoe is het met jou? Ja, goed. Of is Ellie jouw grote voorbeeld? Hey Ellie? Ja, Ellie Lust. God, die is lelijk, hè? Die zit in dezelfde kapper. Dat zeg jij. Ja, precies. Ja. Ga naar dezelfde kapper. Ja, want jij was vroeger kapster. Ja, klopt. Wat vind je dan dat Jans kapsel door de ballotagecommissie komt? Even een momentje, Luna Lust. Want zo zout heb ik ze nog nooit gevreten. Zat je nou aan mij te katten? Nee, ik zou niet durven. Oh, ik dacht dat je zei, dat zeg jij, dat dacht ik dat ik dat hoorde. Maar wat vind je van mijn kapsel? Ja, dat ziet er echt niet uit. Maar wat moet die man dan? Want die man die is op leeftijd, heeft dunna en kalend. Wat doe je dan? Wat zei je? Nou, die... Ja. Die man is op leeftijd, heeft dunna en is kalend. Wat moet je dan? Die man, dat ben ik. Ja. Wat moet je dan? Ja, eigenlijk helemaal niks. Ja, dan kan je beter maar thuis blijven. Oh. Nou, pak jij maar even over. Maar zit je dan meer op mijn lijn? Want ik heb 2 haartransplantaties ondergaan om nog haar te hebben. Hmm. Zeg je dan, dat kan nog wel? Of zeg je, ook dat is niet wat ik zou knippen? Nee, dat kan nog wel. Ach, kijk. Dat kan nog wel. Dat is heel prettig. Want de beste man had altijd veel kritiek op mijn haardraag. Maar zo zie je dat de expert, want je was kapster. Ja. Zegt dat het helemaal toppie is. Nou, Jan. Ja. Nou, Henk. Zou de verpakking van de oorgewast voor mij eraf gaan? Nou, als je genoeg betaalt, misschien. Oh, dit is echt nog veel erger dan die belediging van net. Oké. Oh, wat erg. Oh, ik voel me echt een beetje beledigd. Moet ik meer betalen dan goed. Dennis? Ja, zeker. Zeker, ja. Ja. Nou, ik ben wel een beetje uitgeluld hier. Ja, nou ja, goed. Je hebt jezelf mooi in de pitje gezet. Iets minder bij Jan, maar dan des te meer bij mij. Dus Luna Lust, dat zeg goed, hè? Mm-hmm. Luna Lust, moppie van de week.nl. Kom dat zien. En als ik het goed begrijp, hoe ouder en afdanser je bent, hoe meer het kost. Ja, zeker, ja. Ja, precies. Dus hoe dikker en hoe lelijker, dan dus kost het meer. Dus nou ook een jonge gord, net zoals ik, dan moppie van de week.nl voor een dubbeltje op de eerste rij. Heb je trouwens ook een stinkwijf.nl, of niet? Godverdomme zeg, ik ben nog nooit zo in mijn leven beledigd. Dan is het nu tijd voor hetgeen waardoor wij door kunnen. Het is tijd voor het... Pablo. Ja, en dan beginnen we bij het belangrijkste. Het belangrijkste van deze week, komende weken, maar ook afgaande vorige maanden. En dat is natuurlijk de donaties op roddelpraat.babybetorg. Waarom zou ik dat nou doen? Denkt u, nou, misschien heeft u nu veel lol, als we er niet zijn. Niet meer. En u hebt dat in eigen hand door ons te steunen op roddelpraat.backme.org. En daarin... Jij hebt het over van alles wat hier niet in kan. Ja. Wegens regeltjes. €5 per maand
donation extraordinaire. Een donatie aan ons, zodat we dit programma kunnen maken, zodat wij kunnen blijven leven. En doen we iets terug? Nah, we geven een kleine geste, namelijk hetgeen wat we overhouden van deze uitzending. Omdat het niet uitzendbaar is, eigenlijk. Omdat we dan gewoon weer van YouTube worden afgegooid. Die doen we op de pop, zet op de stop, in een klein balletje. En die gooien donderdag om 6 uur in je doosje. Ja, doe dat. Dan heeft u meer van ons en wij een beetje van u. En dan kunnen wij door. Rollenpraat.backmeep.org. Jan en Dennis, zonenergie.nl, zonnepanelen en airco's van ons. Dus u helpt ons en uzelf, want u bespaart. De zon schijnt ook in de winter, dus u bespaart nog steeds. Ja, we hebben gebeld met de mededirectie van Jan en Dennis Zonne-Energie. En we zeggen, jongens, is het zo dat er minder wordt verkocht in de winter? Ze zeggen, ja, er wordt wel wat minder verkocht in de winter, maar dat snappen wij ook niet. Want ook in de winter gaat het weer al die dingetjes zo in je zonnepaneeltje op het dak. En betekent nog steeds dat je minder betaalt voor je energierekening. En je kan ze beter op je dakje hebben voordat de zon weer gaat schijnen in het zomertje van 2024. Dus ga naar janandenniszonenergie.nl en bestel die mooie zonnepaneeltjes voor op je dak. En als je zegt, jij krijgt de kleren, ik wil een airco, dan begrijp ik dat. Want in de winter is het meestal koud, maar zo'n airco kan ook warmte geven. En dezelfde airco geef je dan in de zomer koelte. Het afbouwcollectief. Het afbouwcollectief. En vorige week vertelde ik over het hondje van meneer de afbouwcollectief. Ja, hoe is het mee? Dat hij gecastreerd was. En? En dat bleek dus een Stafford te zijn. Stafford? Een vechthond. Dat is toch geen vechthond. Hierachter ziet u de hond. Het is helemaal geen vechthond. Nee, een heel klein hondje. Ja, een beetje een nichtenhondje. Ik vroeg hem ook, je bent toch geen homo? Maar ja, hij bleek geen homo te zijn. Jij weet het, jij hebt zijn vriendin willen zien. Ja, een mooie meid. Ja. Buitenlander. Aardig ook. Kon geen woord Nederlands. Nee. Maar zoals hij dan altijd zegt, dan kun je haar gewoon beledigen en dan zegt ze niets terug. Goed, ook genoeg fijn. Over hem. Nu over zijn bedrijf, het afbouwcollectief. Schiet hem op. Ja, het is weer heel klein gedrukt. Het buitenstukken van wanden van 95 euro per vierkante meter. Nee, dat is die kutprinter van jou. Nou, die 80 euro per vierkante meter. Het stukken van wanden van 1950 voor 1450 per vierkante meter. Dit is toch niet te zien? Laat ik spuiten. Van 12 naar 8 per vierkante meter. Een compleet nieuwe badkamer. Vanaf 5000 euro. En een aanbouw van... 11,50. Naar 59. Per kubieke meter. Per kubieke meter. Hebben we het al gehad over het stukken van wanden? Ja, dat heb ik allemaal opgelezen nu. Dus afbouwcollectief.com. Dus niet .nl. .com, ook voor internationale opdrachten. Maar wat dacht u van het warmtepompencollectief? Oh. Maak je woning winterklaar met collectieve voordelen. Oh. Oh. Zowel warmtepompen als cv-ketels. Oh. Hybride warmtepomp uit voorraad geleverd. Oh. Vandaag besteld, week op en gemonteerd. Montage binnen één dag en gemiddeld 75% besparing op je gasrekening. 75% besparing, niet 75 besparing. Want dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, 75 watt, gevulde koeken, iglo maaltijden. Hybride warmtepompen van Intergas, nu al voor maar 3750 euro. 10% extra korting via Roddelpraat op je factuur. En nog subsidie van 2400 euro vanuit de overheid. Ja, dat is toch mooi? Dan kost het uiteindelijk bijna helemaal geen ene reet. Vraag gratis je offertes aan. Op www.warmtepompencollectief.com. Nee, een L. Nee, dit is een L. .nl. Hey, godverdomme. Dat ik vraag één ding van je. Ja, en toen was punt het .nl. Mooi. En dan zijn we alweer bij het einde. Het einde. Wil je nog iets kwijt tegen Milko? Milko. Want die belt nu weer de politie. Ja. Ik zou het is geen dreigement, maar ik zou er mee ophouden. Soef de Haas, jij ook. Als ik jou was, zou ik even excuus aanbieden over dat stukje, over, je weet wel, die man. En ik heb verder niks te melden. Wij willen u bedanken en we zien u heel graag terug bij de extra, waar een en ander wordt besproken wat hier niet kon. Dat snapt u achteraf. En ik zie u ook heel graag terug volgende week. Dat is de volgende week. Dan zitten we hier weer. Ach jezus, ja, je hebt gelijk ook. Bedankt voor het kijken. We love you. Love us back. All we are saying is give peace a chance. En all we are saying is stop met drugs. Don't do drugs, children. This is the result. En dat is Engels voor dat dit het resultaat is. Pak niet...
Wat doe je nou? Pak je al... Ik heb de sok los. Je pakt alweer een jointje, zeker? Nee, geen jointje. Daar.